De Friese stoomtreinmaatschappij zal vanaf 2 juli 2011 de stoomtrein riddelitten tussen Snits en Staveren. In deze uitsturing zullen we bij de stoomtreinremise in Snits. Ja, wij zijn hier bezig met het bouwen van de stoomtreinremise in Snits. In principe is het zo dat wij er streven dat het per juni dat we dan klaar binnen met uw bouwkundige dingen. In de toekomst zal hier het onderhoud aan de trein plegen worden. Vier weken geleden stingen alleen nog de spanten er. Nu zit het dak er al op en wordt er hut werken onder smartput. Dat is een smartput voor de trein, die komt hierin. Je kent die grote ijzeren loekbullen, die kan je naar binnen ta. En die wordt je dan elke keer naar schoen, tussen alle ritsjes terug. En het hoort nog wel in dat het nog vrij massief is. Het is bericht die ik nu krijg dat het ding 140 ton weegt. Dus er moet een hele betonconstructie onder maken worden, met HPL die te plaatsen hier in het gebouw erin heet worden, om dat ding erin te kunnen krijgen. Wat hier op deze locatie net al te makkelijk weer, dat is de groenslag. Het is hier toch alweer wat een venige groen, en, dus het is vrij zacht. En daar hebben we toch de nodige problemen wel mee gehad voor de waterafvoer, omdat een beetje de regeling. Wij ondertussen is het gelukkig terug de tiert alweer wat opdroegen en dat gaat nou een stuk beter. Uiteindelijk zal de remise er zo uitkomen te zien.